بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قال النووي رحمه الله تعالى وعن أبي رقية تميمٍ تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم هذا عند حديث فن الأربعين حديث أوفر خليفة دور أبي رقية أميم ابن أوسن الداري رضي الله تعالى عنه The Prophet صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة The religion is النصيحة is advice is rat vroegen wij: is it advies? En hij zei, sallallahu alayhi wasallam, voor Allah en voor zijn boek en voor zijn boodschapper en voor de leiders van de gelovigen en de massa van de mensen. Deze hadith is overgeleverd door al-Imam -e muslim Deze hadith, ayyuhal ikhwa al-Din al is ook weer van de, zoals we in het Arabisch zeggen, Jawami al-Kalim de allesomvattende woorden. De profeet, sallallahu alayhi wasallam, die sprak met weinig woorden. Die zeer veel inhoud. hadden. Onder andere deze twee woorden: het dino en het nasiha. Het dino is het nasiha, het geven van advies. Daarom hebben sommige geleerden gezegd dat deze hadith een van de vier ahadith is waarom de complete religie draait. We hebben de drie hadith al opgeroemd: de andere drie. Inam al-'amal bin niyat, een hadith al-halal bin al een hadith من احدث في امرنا هذا ما ليس منه حديث عائشه ديزون ديزاون ديزاون دي حديث زين حديث عن ابي رقيه تميم بن اوسن الداري رضي الله تعالى عنه زن كونيا ابو رقيه مو أوك الى ذات الدوختر هات دي رقيه هيته هات زين أين كيند ان آه تميم بن اوسن الداري يعني آه الداري الزخمار نسبه الى الدار هذا. ديس اين فان دي ستامده فان دي عربيشه ستامده En hij komt oorspronkelijk uit Palestina. En hij was en yani, daar een christen. totdat hij en yani, die van de boodschap van de islam hoorde en de islam heeft omarmd. En hij stond ook bekend yani, om zijn vele ibada. Ameen Ibn Aws radiallahu ta'ala anhu. Hij zegt dat de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd: "Ad-dinu an-nasiha." De religie is een nasiha. iemand zou kunnen zeggen, maar de religie is toch nog is toch veel meer dan een nasiha. En het antwoord hierop is, zoals we in het begin hebben gezegd, deze woorden van de Profeet Sallallahu alayhi wa sallam, zijn van de allesomvattende woorden. En met de uitleg, en yani, die zullen we dat nog beter begrijpen. Het is net, zo, net zoals de Profeet Sallallahu alayhi wa sallam, heeft gezegd over Arafa, al hajju Arafa. al hajj is Arafa. Terwijl we weten, al hajj is meer dan Arafa. Maar omdat Arafa de belangrijkste pilaar in al hajj is, heeft de Profeet Sallallahu alayhi Wasallam gezegd, al hajju Arafa. Want degene die Arafa niet meemaakt, niet overdag, niet in de avond, en die zijn hajj is incompleet, en hij moet van het, uh, het jaar daarop, in de geval waarin hij kan, moet hij opnieuw hajj verricht... En zo ook een nasiha, met betrekking tot het dien. Het is zo belangrijk dat de Profeet sallallahu alayhi wa het dien volledig heeft gemaakt als een nasiha. En de Sahaba radiallahu ta'ala anhum, en die een, uh, een van de dingen waarover zij, en yani die de eed aflegde, bij de Profeet sallallahu alayhi wa en meerdere dingen natuurlijk. Maar een van de dingen was onder andere ook dat zij يعني, elke moslim een nasiha zouden geven. al iemand die jou om een nasiha vraagt. En daarom degene in de tijd van de Profeet sallallahu alayhi wa sallam, die achterbleven in de jihad en niet mee konden gaan. door een geldige reden. zoals يعني, bijvoorbeeld lichamelijke beperking, zoals iemand die blind is. Lezen al-Ama Harajun, al-Araji Haraj, al-Mariyi -al Haraj, iemand die ziek is.

ليس على الضعفاء دزوك ولا على المرضى دزيك ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ان نتزو دخين دي نيكس أو تخيف حرج يعني يعني نيكس اندر هانت زي اختر بلايف مثل الجهاد اذا نصحوا لله ورسوله ازاي النصيحه خيفه ان الله ان ان زين بوت خبر ان بكم زو يعني بودو بتيكنس فان النصيحه عن ان الله ان ان زين بوت خبر وان المنافقون دي بليفوا ناتورليك اوك اختر دي غين نيت مي اوبل جهاد مار زي هاد ديزه النصيحه نيت زي هاد

staat meer bekend om zijn kennis van hadith, dan het feit dat hij van de geleerden van de Shafi'ië is. En daarom in Mustalah al-Hadith, al diegenen al die geschreven hebben in Mustalah al-Hadith, hij, uh, hij is eigenlijk de, de, de grondlegger daarvan, van Mustalah al-Hadith. Al-Imam ibn al Salah. En niet zozeer de grondlegger dat er daarvoor niemand was die over uh, al Mustalah sprak, nee. Maar de manier waar, waarop hij het heeft, en is samengesteld, en naar buiten heeft gebracht, heeft voor hem niemand anders gedaan al imam ibn Salah. En daarom hij heeft een, hij heeft een boek daarover geschreven. En die staat bekend als Muqaddimah ibn Salah. En iedereen die na hem is gekomen. heeft of. en yani die zijn met hen uitgelegd. of samengevat. vernavm van gemaakt. et cetera. Ibn Salah, rahimahullah. die heeft ook een boek die heet. Siyana Sahih Muslim. Daarin spreekt hij over Sahih Muslim. en ook hij verdedigt Sahih Muslim. de hadith daarin. En daarin zegt hij. en ik lees het even voor. in yani hij over deze nasih. عايز اخت والنصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلاء عايز النصيحة إذن كلمة جامعة أن ألس أم فتنت فورت تتحاوت إن تتخينا دي النصيحة خيفت دي دوت مت فرسخلن دي فورم فان الخير فان خود هيت زوال إن زين انتنسي أس إن زين داد بمعنى أس هاي نصيحة خيفت أنا إفت هاي دارن خود انتنسي إن Hij wil het goede

ومحابه بوصف الإخلاص والحب فيه والبغض, والبغض فيه وجهاد من كفر به تعالى وما ضاه ذلك والدعاء إلى ذلك والحث عليه سيرس النصيحة الله سبحانه وتعالى بتيكنا توغن هم ألين أن بيد التوحيد ذايدا الله سبحانه وتعالى كن مارك يعني دا أي خصخب فورا بفستخة دي باي يعني دا فول ماكتة ده فرهيفة ...die Allah subhanahu wa ta'ala voor zichzelf heeft bevestigd... ...doe je ook. Dat is onder andere an-naseeha lillah. En als derde, tenzihuhu. Dat je Allah subhanahu wa ta'ala boven... ...en je het tegenovergestelde daarvan... ...het tegenovergestelde van het tawhid. Dus een shirk, een ria. Dat je Allah subhanahu wa ta'ala daarboven stelt. Als dus vierde, het wegblijven van de zonde. Dus het wegblijven van de zonde... ...is ook een vorm van an-naseeha lillah. Als vijfde, al bi hem gehoorzamen. als zesde, het houden omwille van Allah. En een afkeer hebben omwille van Allah ook. Als je houdt, hou je omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Omdat Allah jalla wa ala van die daad houdt of van de daad die een persoon verricht. En als je een afkeer hebt, ook weer afkeer en haat omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. En geen haat omwille van wereldse zaak of om persoonlijke zaak. Daarna ook, al jihad is ook een vorm... النصيحه لله انها تنودج دارفون، الجهاد in the most يعني out-gebraided بتيكنس دارفون. دارم الامام ابن القيم رحمه الله، in his زاد المعاد، في the fourth or fifth مجلد، بريكت هي يعني اوفر الجهاد، يعني ان انطو باجيناز، جهاد النفس، ودار ايت فوركومت، ودار جبارت، بجهاد الكفار، ان المنافقين، ترى اختكم، الجهاد بالتونغ، الجهاد بالهان، اتسيترا. Die heeft er heel uitgebreid over gesproken. En op het einde heeft hij de hadith van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam opgeroepen in Sahih Muslim, meen ik. ala Degene die zichzelf, die geen jihad verricht, of zichzelf niet heeft voorgedaan en die niet heeft gedaan, die zal sterven in een gassla, op een deel van een nifaq. Nifek. Een nifaq. En dit heeft hij gezegd nadat hij

والوقوف مع أوامره ونواهيه وتفهم وتفهم علومه وأمثاله وتدبر آياته والدعاء إليه وذب وذب تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه استفيد النصيحة لكتاب الله النصيحة فور هتبوك الله سبحانه وتعالى الإيمان بها شنات يخلوفت وتعظيمه إيرت وتنزيهه تنزيهه يعني التنزيه أنت التسبيح تقول مرة شيء القرآن بوفة الله فكر ده بتيكنيسة أن فرمود أت سيد راستيلت وتلاوته حق تلاوته أن هذا إذا حق تلاوته وبدي أي استمرار ترتيل والوقوف مع أوامره ونواهيه تخيل إن القرآن ستة أصب بفل دوية نتخيل بط إن القرآن ستة فرمود أصفر بط فرميج هذا أوكدوس يعني النصيحة تو. En hij zegt ook: Kennis opdoen van de Koran. En het overpijnzen van de verzen. En het uitnodigen daarvan. En het verdedigen van degene die daarin overdrijven. En ook het verdedigen tegenover de atheïsten. Dus al deze zaken die we net hebben opgenoemd vallen allemaal onder. النصيحة لكتاب الله أن دارنا أصداد زايد البروفيت صلى الله عليه وسلم ولرسوله والنصيحة لرسوله ابن الصلاح رحمه الله زخت والنصيحة لرسوله قريب من ذلك الإيمان به عليكم السلام وبما جاء به وتوقيره وتبجيله والتمسك بطاعته وإحياء سنته واستشارة أو قال واستثارة علومها ونشرها ومعاداة من عاداه وعاداه موالاة من والاه والاه والتخلق بأخلاقه والتأدب بأدابه ومحبة آلائه و ومحبة آله وصحابته ونحو ذلك ونحو ذلك أصدار النصيحة فور ذا صلى الله عليه وسلم عايزك بتيكنت الإيمان به تشخلوفت إنها من صلى الله عليه وسلم أنا تخينا هاي ما يخكوم إز نظرة القرآن إنزين سنة وتوقيره وتبجيله أنا والتمسك بطاعته نتخينا هاي بالفيلق صلى الله عليه وسلم كلامي أنفست وإحياء سنته إنزين سنة يعني ليف إنبلاز منديد فرخيتة بلا في ليف إنظار علومه ونشرية الد 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 الدوَّاتِشَبَاتِ ومعادات من عادها وعادها، ان اي انصحب tegenover degenen die vijandschap toont tegenover de sunnah en tegenover de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam en loyaliteit tegenover degenen die daaraan die daaraan loyaal zijn wat takhalluq bi akhlaqihi an nasiha for the prophet sallallahu alaihi wasallam betekent ook dat jij je gedraagt zoals zijn gedragingen zoals zijn karaktereigenschappen sallallahu alaihi wasallam wat ta'addu bi adabihi de adab die hij heeft gedaan en ons heeft geleerd jij ook valt ook onder aan voor de boodschapper sallallahu alayhi wa sallam. en het liefhebben van zijn aal niet yani van zijn al kan twee dingen betekenen altijd of zijn naaste, of zijn volgers maar hier betekent het zijn naaste want hij zegt alihi zijn naaste taba'an die de islam zijn binnengetreden. wa en zijn vrienden het valt dus allemaal onder an nasiha -tu li rasulih sallallahu alayhi wa sallam Naam, nog één keer dus als eerste al-Imanoubi het geloven in hem en hetgene hij mee gekomen is. Dat is de Koran en de Sunnah natuurlijk. En respecteren. Vastklampen aan zijn bevelen. Aan zijn gehoorzaamheid. Leven inblazen in zijn en Wanneer de mensen het vooral vergeten zijn. Dus al-Assad yani, bepaal Bepaalde Sunnah die de mensen zijn vergeten. En jij kent die Sunnah wel. Door deze leven in te blazen. Het zijn met woord, het zij met daad. Betekent dat jij yani, deze, dit gedeelte hebt bewerkstelligd en verwezenlijkt de nasihat aan zijn Het dat dat kan soms in hele kleine dingen zitten. Bijvoorbeeld het gebruik van een siwak. Het is een van de die De profeet sallallahu alayhi wasallam zei: "Had ik niet zou ik bij elke gebed en bij elke wudu Als ik het niet moeilijk voor mijn omme wilde maken, zou ik hem bevelen om een siwak te gebruiken bij elke gebed en in andere riwaya bij elke wudu. Het is een van de sunnah. Wanneer een persoon deze leven in plaats het zijn met daad, het zijn met woord, dan heeft hij en dit gedeelte Annasir Hatulli Rasooli, en die verwezenlijkt. En ook het opdoen van de kennis daarvan. Yani de kennis van de sunnah van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. En vijandschap tegenover degene die vijandig is. En loyaal tegenover degene die loyaal is. En ook het tagulloch bi akhlaqi En yani het jouw karaktereigenschappen zijn, zoals die van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. En ook zijn adab. En Annasir Hatulli Rasulli, Sallallahu Alaihi Wasallam, betekent ook als laatste, zeker niet minder belangrijk natuurlijk. that you hault from his naaste, because he healed, him. That you the صحابة, healed him. الله عليه وسلم. الصفير ده والنصيحة ليائمة المسلمين. النصيحة for the leaders from the الله. والنصيحة المسلمين أي لخلفائهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم برفق ولطف ومجانبة الخروج عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك النصيحة في <ير Liberty Overwatch> يعني the leaders of the gelovige betekent dat je hen helpt bij hetgene goed is, waarheid is en ook hen daarin gehoorzaamt de profeet sallallahu eerder om hen te in het goede natuurlijk Met, en met die goede woorden. Dat zijn leiders, mensen, mensen die aanzien hebben. En Tabbaan, zoals iedereen weet, het is niet voor iedereen weggelegd. Het is weggelegd voor de mensen die, die dicht bij hen staan. En die yani, hen daarop kunnen wijzen. En ook zegt hij: het is niet toegestaan. En om rebellie te plegen tegen, te tegen hem. Dat je het dua voor hem verricht. Met dat een van de kenmerken van wal Jamaa is dat zij het dua verrichten voor hun leiders en dit doen, doen zij niet om te slijmen of om bepaalde manasib yani bepaalde posities te verkrijgen dit doen zij tadayyunaan yani als zij het dua verrichten en hierna uitnodigen voor de leiders doen zij dit om dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala te komen om de simpele reden omdat Allah subhanahu wa ta'ala van houdt daarom al imam al babahai rahimahullah hij zegt als je iemand ziet die het dua voor de regeringsleiders doen Weet dan dat hij Sahibu Sunnah is, inshallah. Dat hij iemand van de Sunnah is, inshallah. Want je hebt sommige mensen die du'a doen voor hun leiders, maar om andere redenen: Om rijkdom, positie, macht, slijmen, etc. Maar Sahibul Sunnah doet dat uit yani, een opzicht of vanuit een yani, hoek van religie. <laughs> en hier, yani, de mensen ook yani, hiervoor warm maken dat zij yani, du'a moeten doen voor hun leiders. En het is dus niet de bedoeling dat een persoon wanneer hij en hij op een preekstoel staat of in een lezing of tegenwoordig op social media, etc. En dan een nasiha gaat geven aan de leiders. Dan zegt hij ja, maar de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt. muslimin. Uh, dus een nasiha voor de leiders en gelovigen. Ik heb dit niet gepraktiseerd. Dat is we eens verkeerd. Want de profeet sallallahu alayhi wasallam die zegt. Degene die een nasiha wil geven en aan zijn leider. je gudhu biyadih. Hij neemt hem bij zijn hand. En hij geeft hem een nasiha tussen hem en hem. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei. En hij laat het niet aan de mensen zien. Want wanneer het wel zo is. Dan heb je een groot nadeel. Wat zich daaruit. Yani wat daaruit volgt. En dat is dat de mensen yani, een wrok zullen krijgen. Tegenover zulke rijders. Dit gebeurt natuurlijk volop in het verleden. Maar nu ook zeer. En daarom yani, deze kaida in je Deze stelregel. En dit is een onderdeel van onze Akida. Dat moeten we goed begrijpen. En wij spreken toch over de Akida? Geloven in Allah, zijn boodschapper. En uh, het geloven in de laatste dag en al hetgeen wat daarmee gepaard gaat. Zoals de sirat en al Qabr, et cetera. En ashrat al Het gehoorzamen van de moslim-regeringsleiders is ook een onderdeel van de Akida. Net zoals die andere zaken ook een onderdeel van de Akida is. Daarom sommige mensen: zeggen, ja, maar Fourain, Fourain, zij zijn toch sunnis. En zij bevestigen toch ook bijvoorbeeld de eigenschappen van Allah subhanahu wa op de juiste manier. En ze hebben ook deze sunnah en ze zeggen vooraan is ook alim keda. Ze zeggen van naam klopt. En wat zeggen zij over dit standpunt? In ieder geval over kadhiyyah van regeringsleiders. En daarom, wanneer je boeken van Akida gaat lezen, zie je altijd dat zij dit punt opnoemen. In de meeste boeken die spreken over Akida, benoemen zij dit punt op. Want het ongehoorzaam zijn aan regeringsleiders, zelfs als ze onrechtvaardig zijn. Zelfs als we onrechtvaardig zijn, yani, brengt zeer grote chaos met zich mee. En yani, de realiteit is daar getuige van, de Arabische lente zoals ze die, die noemen, yani, die geweest is. En ook daarvoor, kwamen mensen bij al-Hassan al-Basri rahimahullah en ze klaagden over al-Hajjaj ibn Yusuf al en Die onrechtvaardig was, yani, die mensen vermoordde, die vrome yani, dienaren vermoordde. Ze zeiden we willen yani, erop uitgaan, we willen rebelleren tegen hem. En hij zei, blijf is beter voor jullie. ...maar ze gehoorzaamden niet. En ze gingen erop uit en hij heeft ze allemaal vermoord. Hij heeft ze allemaal vermoord. En daarom, yani, sommige mensen zeggen... ...ja, maar die doden die overleden... Yani ...die doden die komen te vallen... Yani, ...het is het waard. Toei, waar is het waard? Als yani, het, het, het zeg maar... ...moafiqatun li is als het is... ...zoals de sunna van de profeet sallallahu alaihi wa sallam is... ...is het waard. Maar het is asr muhalifun, het, 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 het valt niet onder... een nasiha li umur. De profeet sallallahu alaihi wa sallam die zegt... wa Waarin Luister en gehoorzaam. Als laat hij je en neemt je geld af. In een andere hadith zegt de Profeet sallallahu alaykum. Als leiders komen. En yani hun lichamen zijn lichamen van mensen. Maar hun harten zijn de harten van een shayatin. En kijk, kijk wat voor een wasf. Het zijn gewoon shayatin. Kijk wat voor een omschrijving die de Profeet sallallahu heeft gegeven. En toen vroeg iemand. Ja, rasulallah, En yani als wij dit meemaken. Wat beveelt u ons? De Profeet sallallahu zegt. Het is luistert en je gehoorzaamt. En eigenlijk is het niet Agib. dat mensen die bijvoorbeeld zonder enige twijfel andere zaken van de Sunna nemen, dat zij hierin, dat zij dit gedeelte niet nemen. En ik zei verbazingwekkend, maar eigenlijk is het niet verbazingwekkend. Want al-Hawa, el-hawa, wanneer een persoon zijn begeertes volgt, dan wordt de hart daardoor blind. En zo is het ook hier. En we niemand die keurt onrechtvaardigheid goed. Niemand, niemand zegt onrechtvaardigheid is goed. En On onrechtvaardigheid is er bij hey, leiders. En yani dat is niet iets wat men ontkent. Maar het gaat erom: yani, hoe reageer je en hoe ga je hiermee om? Daarom zegt Imam Malik, rahimahullah, de sunna Safina En zegt Hoe ga je hiermee om met dit onderwerp? En yani, waar is de redding? De redding is zoals Safina van Noor, zoals de ark van Noor. Dat is de sunna. Zoals Ibn Malik r.a. gezegd. Dus degene die handelt na deze sunnah. Die zal gered zijn. Degene die dat niet doet. Die zal van degene zijn die verloren gaan Een van de verliezers. En het is niet makkelijk. aan Vooral in dit onderwerp. Het is niet makkelijk. En het is niet van je bent ongehoorzaam. En je roept mensen op om ongehoorzaam te zijn. Oegalas. En heel vaak. En dit maken we nu mee. En door dit gedrag. En ontstaan er zoveel problemen. En hele landen komen te vallen. En mensen die yani, worden onteerd en worden vermoord ...voor al deze zaken. En daarom taat, ook al is het soms moeilijk, ook al zie je in yani, die onrechtvaardigheid, soms zie je in yani, die dingen die heel erg zijn. Dan is het, yani, een gelovige, die gehoorzaamt. en je Je hebt geen keuze. Eigenlijk. Je hebt geen keuze. Wanneer Allah, subhanahu wa ta'ala... en zijn boodschapper, iets bepalen... zij zeggen: dit is, de, dit, is de, dit is de weg, dit is de waarheid. أنه باء مسلم، ضن مُجَاء مسلم خن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم مِنْ أمرهم. دستاعت ورث الأمور، هت 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 خُهور زعمه، هتلاي طبعًا إن المعروف أن هنير زائد المعصية لا طاعة لخلوق في معصية الخالق. يعني ممكن طبعاً هن إن زاكن دي حرام أو فَرَبَوْتُ. En die dat niet zijn, dan gehoorzaam je. Je roept de mensen niet op om, om ongehoorzaam te zijn. Of omdat uh, jij een bepaalde wrok jegens hen hebt. En de mensen jij hiermee eigenlijk bij betrekt. En dat zie je met al in deze tijd nog meer dan in de tijden voorheen. Om de simpele reden dat de wereld nu klein is geworden. Die globalisering heeft ervoor gezorgd dat zeg maar, deze, deze wrok in snelvaart gaat. Vroeger had je daar veel voor nodig, lange tijd, lange grote afstanden, etc. Maar nu niet meer. Als iemand iets wil doen, tak, tak, hij stuurt het de wereld in en het is gebeurd. Vooral iemand die macht, positie, aanzien heeft, aan zijn woord wordt, wordt naar geluisterd, wordt gedeeld en wordt et cetera. Dat zorgt alleen maar voor chaos. En daarom ja in de Islam in die kijken we altijd naar de massalij. Wat zijn de massalij en wat zijn de mafasid? En de maslaha, in het gehoorzamen van regeringsleiders die onrechtvaardig zijn. Die masalah is groter dan hun uh, mefzada, dan hun onrechtvaardigheid. Want als zij er zijn en zij hebben de kracht en macht, dan heb je ook heel veel masalah. Terwijl als eerste geen chaos is. Mensen kunnen yani, gewoon veilig leven en in vrede. En uh, yani, mensen hoeven niet bang te zijn. Want er namelijk een regering is die de boel in de gaten houdt, et cetera. Dus al deze zaken vallen onder an nasihatu ya'aimati al muslimin. انتهى الزهري رحمه الله والنصيحة لعامة المسلمين وعامتهم وهم ها هنا من عدأ أولي الأمر منهم ولاة الامور إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم امور دينهم ودنياهم وستر عوراتهم وسد خلاتهم ونصرتهم على اعدائهم والذب عنهم ومجانبة الغش والحسد لهم وان يحب لهم ما يحب لنفسه

Een voor hen, is dat je het niet zeg maar, naar buiten brengt, maar dat je hem daarin beschermt. Maar dan gaat een nasier voor hen. Als ze ze fouten maken, en yani als ze leegtes hebben, en dat hebben we allemaal, dan vul jij die. Dat is een onderdeel van een voor de moslimen. en hen tabaan, helpen tegen hun vijanden en hun verdedigen en hen niet belazeren of uh, jaloer zijn. En dat jij datgene voor hen uh, wilt, en dat jij houdt van datgene waarvan je, je ook voor jezelf houdt. Je houdt voor jouw moslimbroeder hetgene wat jij ook voor jouzelf wilt. En je hebt een afkeer voor hen, niet voor hen, maar je hebt een afkeer voor hetgene voor hen waarvoor je ook een afkeer voor jezelf zou hebben. Et cetera. Dus dat valt allemaal onder in die Anasiega En zoals we al hebben gezegd, er is een verschil tussen Anasiega en dat is dat je een persoon die bij je neemt. En je geeft hem nasiha lillah. Lillah. En je wilt niet zeg maar een bepaalde vrokken die jij tegen hem hebt. Wil jij bijvoorbeeld je hart bij luchten, of, je, of je wilt wraak nemen. Of je wilt. Dat is geen nasiha. Een nasiha is dat jij oprecht voor hem het goede wilt. Je houdt van, je houdt van datgene voor hem waar je ook voor jezelf van houdt. Dat is alle vormen van algeer. Dat is een nasiha. En maar wanneer je naar iemand gaat. Ook al is het zeg maar niet in het openbaar. Maar je hebt een andere intentie daarin. Bijvoorbeeld, je wilt wraak nemen, of je wilt hem voor schut zetten, of je wilt hem even op zijn pla plaats zetten, zoals ze zeggen. Dat is geen nasi'ah. En, en en in. Nu, nu, dit hebbende uh, hebben gezegd, komen we weer terug op de eerste hadith. Inna Iemand geeft hem nasi'ah, niet in het openbaar, maar lillah. Hij wil het goede voor zijn broeder. Iemand anders geeft hem ook, en niet in het openbaar, komt tussen hem, maar hij heeft een hele andere hedder erbij. Zij verschillen van intentie. En er is natuurlijk ook een verschil tussen een nasi'ah gebeurt tussen jou en je broeder en het taïr. Dat je iemand gewoon voor schud zet. En iemand voor schud zetten, dat is dus niet yani, publiekelijk, dat mensen erbij zijn, is geen vorm van nasiha... En daarom een nasiya is tussen jou en je broeder. Niet zonder dat iemand anders het weet. En in zo'n geval zal de acceptatie ook sneller zijn dan wanneer iemand niet yani, publiekelijk niet voor schud wordt gezet, of op zijn plaats wordt gezet. En een nasiya bij de geleerde is ook en een van de vormen daarvan, is ook niet yani, het verduidelijken,

de mensen van bid'ah bid'a, ahlul bid'a, de ahwa, dan is dit ook nasihaten li amat muslimin, zodat zij yani op hun hoede zijn voor die innovaties en de mensen die er die er naar naar uitnodigen. Het valt dus allemaal yani onder an nasihatu li amat muslimin. daarom in het begin zei hij bij deze hadith: "Ad din an nasiha", dat yani ad din religie is een nasiha. Yani en als je al deze zaken begrijpt die Die we hebben opgenoemd en ook zaken die we nog hebben weggelaten, dan begrijp je dat een Nasir inderdaad yani de gehele religie yani omvat en inhoudt. En daarom de Profeet sallallahu alayhi wa sallam, al hem is allesomvattend te worden gegeven. Sallallahu alayhi wa sallam. Ja. Toch, we gaan verder met het tafsir. Ja, wat ja. bedoel je waarin hij het heeft opgenoemd? Deze heet Syana to Sahih Muslim. Siyana betekent, en het wordt tegenwoordig in, in, in deze tijd wordt verteld als onderhoud. Soms zie je bijvoorbeeld de Arabische landen dan, bijvoorbeeld lift, lift doet het niet, onderhoud, Syana. Maar in zijn geval Syana, yani omdat uh, sommige geleerden, geleerden, yani, uh, die spraken over Sahih Muslim en een aantal ahadith daarin, en yani, die hebben uh, bekritiseerd, yani, dat kan gewoon, yani, vooral als het om geleerden gaat. En die heeft hij over gesproken, maar ook over sommige riwayat van Sahih Muslim. Bijvoorbeeld sommige fouten staan van sommige Rawat. Daarom heeft hij gesproken. Hmm? Laat is, is wel een niveau. Omdat, uh, en die, vooral als het gaat om uh, boeken uh, die een bepaalde wetenschap uh, en die, uitleggen, moet je natuurlijk wel uh, het idioom daarvan begrijpen. Je moet de woorden schatten. Uh, want ze gaan natuurlijk niet en die, van het begin uitleggen wat hiermee en hiermee wordt bedoeld. En daarom, kijk, mustalah al-Hadith, het is overigens geen boek in Musallaha al-Hadith, maar Musallaha al-Hadith, als je dat begrijpt, dan kan je bijvoorbeeld heel veel uh, dingen lezen, boeken lezen, waarin die uh, zaken worden opgenoemd, zonder dat je zeg maar, niet weet wat het betekent. Dat is in elke wetenschap zo. Dat is in elke wetenschap zo.